Bianca de Baats is Brussels staatssecretaris, bevoegd voor onder meer ontwikkelingssamenwerking, verkeersveiligheidsbeleid en digitalisering. Maar welke vrouw schuilt achter de politica? Heeft ze behalve de vele dossiers en vergaderingen ook nog een privéleven? In 2014 ben ik verkozen in het Vlaams parlement. Maar amper een paar weken later kwam er opnieuw een aangename verrassing. Met name het feit dat ik kon toetreden tot de Brusselse regering. Wat maakt dat ik nu sinds kort staatssecretaris ben in het Brussels Hofstedelijk Gewest. Het eerste partijbureau na de totstandkoming van de federale regering. En straks ga ik naar het kabinet, waar ik elke maandag ook de fractieleden ontvang. Waar we dan samen de week overlopen. Zeker de opstart van het parlementair jaar zal nu op de agenda staan. Met de collega's, CD&V-collega's in het Brussels parlement. En ook onze Vlaamse verkozenen. Onze Vlaams-Brusselse verkozenen, moet ik zeggen, in het Vlaams parlement. Ja, ik denk Brussel. Brussel en mensen. Die twee dingen. Hè, omdat ik enorm geboeid ben door Brussel en ook door mensen. Dus die combinatie van de twee. En vooral natuurlijk, politiek is voor mij begonnen als een hobby. Als een engagement. En nu heb ik er mijn job kunnen van maken. Dat is toch wel iets dat heel erg mooi is. Het eerste wat dat bij mij opkomt, is dat het een geëngageerde vrouw is. Politiek zeer hard geëngageerd, maar ook geëngageerd naar haar vrienden en vriendinnen. En ze is zeer open, zeer vriendelijk, zeer dynamiek, enthousiast en ook veel eisen. Ze heeft veel eisen, maar het is goed, omdat we blijven ook in die dynamiek. Dit is toch nog van een ander kaliber, want hoeveel het vrije tijd is echt tot een minimum herleid eigenlijk. Maar ik merk ook wel dat ik misschien nog extra geniet van die korte momenten. Bijvoorbeeld is een 20 minuten is een koffie kunnen drinken ergens in een leuke plek in de stad. Dat is eigenlijk al pure luxe. Hè. Dan geniet je dan dubbel van, omdat je weet dat er weinig vrije tijd is.